hoop dat jullie mij zien, want ik zie even niks meer. Dit is echt een uitzoekklusje, jongen. Ook mooi spul. Natuurlijk. Ja, joh. Echt een serieus zaak. Na een hoop ellende wordt het tijd om het watersysteem te gaan vervangen. Neem nog een extra zaklampje mee voor de zekerheid. Mocht het licht uitgaan, dan hebben we nog een backup. Dus die neem ik mee. We gaan de oude boiler helemaal loskoppelen. Hoppa! Dan moet je er nog in. En vooral in mijn geval met mijn knie is dit echt een uitdaging. Het gaat niet vanzelf, jongens. Opa entert het motorruim. Ik moet zo'n boot als Erik, jongens. Gewoon groter. Waar zit ik op eigenlijk? Ik heb dus een plank hier liggen, waardoor je even lekker er zit. Dan doe ik dit mezelf aan. Ja, deze maakt het water warm. Deze gaat naar de boiler. Deze komt. Hier staat er helemaal geen mens van. Even kijken. Dit is echt een uitzoekklusje, jongen. Ik snap geen mens. Heb ik er een rolletje tape mee? Want dan kan ik op de leiding zetten waar die van afkomt. Dat is natuurlijk wel zo prettig voor als je de nieuwe boiler straks gaat aansluiten. En alles hangt los, dan weet je nooit meer hoe het zat. Dus we gaan hem even merken. Hoppa. Ja. Dit is de hete vanaf de boiler. Dan snap ik nog steeds niet. Nou, dan heeft deze het gewoon al heel lang niet meer gedaan. Kan niet anders. Oh, een mooi vaatje, jongens. Er zit wel een heel mooi vaatje onder verstopt. We hebben een overloopje daar. Die kunnen we gewoon dicht laten. Ik weet niet hoe zwaar die is. Een hoop dingetjes waar ik nog even niet mee weet wat ik ermee ga doen. Maar dit is 12, jongens. Wat moet ik nou met fucking 12? Je neemt wat mee naar beneden. Je hebt er geen zak aan. Gelukkig hebben we nog een doppenset. Voordeel, het is maar één tikkie en dan draait hij. Deze kabeltjes die moeten we ook gelijk gaan herleiden van wat waar naartoe gaat. Deze is een uitlaatslang. Die kunnen we weer gebruiken voor die kachel, hè? Dit stond al veel langer op de lijst. Ja, door die ellendige knie van mij heb ik het even laten zitten. Oh, nou iets. Er zit intern nog een slang. Dus dit is een beschermingsslang en daarbinnen zit er nog een slang. Goed, ik heb met je mee. Ik heb die slang net hier naar boven gehaald. Dat is de aftapslang van de boiler. Nou, doet het niks. Hij lijkt dol. Heb je wat aan? Dus dat schiet lekker op. De muziekje had wel leuk geweest. Schilderstape. Perfect. Kunnen we hem eerst eens even aftappen. De vraag is alleen, hoeveel zit erin? Ah, deze gaat nu wel lopen hoor, dat weet ik wel zeker. Dan is dus even een emmertje leeg. Nou, gaat hij dan. Ik heb net mijn pleister af gedaan, was niet zo slim. Ik heb hier nog een kniematje. Dat is wel slim. Ja. Deel 2. We gaan eventjes deze een slagje losmaken. Want daar zit natuurlijk ook nog water in. Kijken of we dat professorisch een beetje kunnen opvangen.
Komt er nu niks uit. Bingo. Gadverdamme. Oh, wat een vuiligheid, jongens. Hoppakee. Die hebben ze hier aan vastgetijden, dus die moet ook los. En alles wat los is, dan krijg je een beetje ruimte. Dan zie je wat je allemaal aan het doen bent. Oh. Dikseltje. Nou, dat is één voordeel. Dat ik het water, wat ik gebruik om te drinken en koffie en alles, dat heb ik in een apart tankje zitten in de keuken. Dat heb ik al eens een keer verteld. En dit is zo'n reden waarom. Want zo'n heel watersysteem op zo'n boot, wat natuurlijk niet eerst als woonboot fungeerde. Ja, er zit van alles in, hè. Het staat lang stil. En net als dit vaatje. Dit vaatje staat natuurlijk ook al van 2004, had ik gezien. Ja. Nou, doen we er even twee boutjes in. En dan kunnen we hem even los gaan draaien. Kijk, ik had hem natuurlijk al met de tang gedaan. En nu kunnen we makkelijk zo van die plaat afdraaien. En zo te voelen geen ringetje. Oh, kijk eens aan. Hoppa. Het lukt ook nog. Ik kon mijn blikschaar niet vinden, ken je dat? Ik heb net even handschoentjes gehaald. Even duurder als normaal. Dit is blik. En dat wil ik gaan knippen. Want er zit geen aftapmogelijkheid op. Dat ding zit vol water. Nou, ontmantelen hem gewoon. En gaan we eens kijken of we er een gat in kunnen hengsten, boren, dat hij leeg loopt. Ja mensen, na een lange strijd. Ja, ik heb gewonnen hoor. Wat een operatie mensen. Ja, dan laat hem eerst maar leeglopen. Dan zou die een soort van hanteerbaar moeten worden. Ik hoop dat hij niet in één keer naar beneden komt. Als die valt, jongen, dan ben ik echt de Sjaak. Hij loopt hoor. Manneke pis, jongens. Is een stukje lichter. Lekker bezig, pik. Zag je dat? Proeven in. Dit loopt veel makkelijker naar buiten. Maar dit is niet anders. Nadat alles er is uitgesloopt, kan ik het frame opknappen en de rotzooi afvoeren. En dan vervolgens gaan we onderweg naar Sleewijk. We gaan een kijkje nemen bij de Enjoy Life en de Enjoy Life 2.0. Diana is namelijk aan het opruimen en gaf op Facebook aan dat ze vendors over had. En die mag ik ophalen. Nou was ik natuurlijk al in contact geweest met Erik. Zei hij al van joh, wat ga je er allemaal inbouwen dan? Dus ik vertelde dat. En toen zei hij van nee, je moet eigenlijk kijken naar een DAP-pomp. Dappomp. Nou, ik had geen idee. Ik had ze wel gezien al bij hem in de video, maar die waren veel groter. Ik denk, ja, wat moet ik met zo'n groot ding? Toen zei hij van, jij moet zo'n kleintje hebben. Hij wist precies welk type. Martijn is natuurlijk de technische man van Erik op de Enjoy Life. En ja, die had dus nog zo'n kleiner model, had hij liggen. We zijn op dit moment in Sleewijk. Eenmaal in Sleewijk aangekomen, ben ik natuurlijk op zoek naar de plek waar ze liggen. Het is voor mij ook de eerste keer hier, maar wat een prachtige haven. Ja, en er ligt ook van alles. Als je een bootje zoekt, je moet een keertje langs gaan. Hier ligt ook van alles te koop. Na een kort rondje haven zie ik daar in de verte de oude Enjoy Life. Dus we zitten op de goede steiger. Erik en Diana zitten natuurlijk midden in die refit. Daar ga ik niet te veel van laten zien. Dat mag je natuurlijk straks allemaal zelf gaan bekijken op het kanaal Enjoy Life. We hebben in ieder geval een hele leuke middag gehad. Hier en daar nog een handje toe kunnen steken.
En vervolgens gaan wij lekker samen wat eten. En dan vertrekken we weer terug naar de haven. Ruud, was gezellig. Ja, was zeker gezellig. Zo, alsjeblieft. We hebben boodschappen gedaan hier beneden. Zo, even wees shoppen. Dat was extra voordelig in de huisverkoop. Ja, nou ja. Erik's Marketplace, hè? Ja, dat is goed gelukt, toch? Ja, leuk tasje erbij. Leuk tasje erbij, auto vol. De nieuwe Pocket 3, jongens. Kijk, staat hier even mee te showen natuurlijk. Ja, joh. Echt een serieus zaak dit. Ruud gaat boodschappen. Oh nee, Ruud heeft al geshopt. Ik heb nog lege tassen. Ja, jij hebt nog een lege tas. Ja, ga verhuizen. Waar ga je shoppen? Oh, hiernaast. Ja, ik ga hier shoppen en dan ga ik het aanbrengen. Noemen ze verhuizen. Ja, maar dat is wel heel mooi verhuizen, hè, dit. Ja, dat is 1 meter. Ja. Dan sta je binnen. Ja, ik had gewoon een mooie plek gooien. Ja. Hey Ruud, dankjewel voor het klussen. Ja, graag gedaan. En jullie bedankt voor de spullen en voor het lekkere eten. Ja hoor. Helemaal super. Tot snel weer. Ja, zeker, tot snel. Nou, doei. En let op, hè. Dat vind ik ook wel vet. En dan gaat het komen. Kijk. Ja. Nou, het is toch even gaaf, of niet? Dat is heel gaaf. Het hekje komt gewoon helemaal automatisch omhoog zo. Voor oma? Ja. Ja. Een loopbrug, hè, nou. Met verlichting. Ja, kijken. Mooi, ja, dat is echt super. Nou, ik zou zeggen de groeten. Tot kijken, hè. Ik ga er vandoor. Ja. Ik ga even over die loopbrug. Ja. Kijken of het goed gaat. Je moet nog naar de drinkenbus, of niet? Doei. Tot snel. Hey, doei. 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 Ja, daar zitten we weer. Weer. Het heeft even geduurd, jongens. Ja, ik weet het niet, maar het is ook... Het zijn veel te gezellige mensen. En aangezien ik ze niet elke dag spreek, dan heb je zoveel te vertellen en te doen. Nou zou hier ook nog een brievenbus staan. Zouden we voor Erik even kijken of er nog post in lag. Maar dat gaan we heel even checken. Sla links af. Nou, geen post. Daar is hij weer. Hier wil ik dus... de nieuwe pomp op gaan zetten en hier de nieuwe boiler in dat mooie vak. Zo moet die komen, zeg ik. Als een huis. Hoera! Het begint nou wat te worden. Nieuwe elektrische installatie, nieuwe boiler, nieuwe pomp. Ja, tot zover, jongens. Ja, het is een aardig serieus klusje geworden. Ik heb natuurlijk alles eruit gesloopt en niet alleen de pomp. Dit wordt de nieuwe boiler en in de volgende video ga ik deze dus inbouwen samen met die nieuwe pomp. En uiteindelijk heb ik nog een onderdeel op de lijst staan wat ik wil gaan plaatsen. Dit en meer in de volgende video. Vond je dit trouwens een leuke video? Laat nog even een reactie achter. Doe een duimpje omhoog en als je nog niet geabonneerd bent... Abonneer eventjes. En dan zien we elkaar terug bij de volgende. Bedankt voor het kijken.